Oh, what the fuck, ik zit er best onder. Je kijkt naar Enzo Pro Power! Enjoy. Deze troep. Ja, deze troep. Op een gegeven moment moet je natuurlijk alles in één keer opruimen. Op een gegeven moment kan het niet meer dat alles zo vies is. En dat je zoveel troep hebt. En elke keer denk je van ja, dat doe ik later. Ik ga later opruimen. Het is zo herkenbaar voor iedereen, denk ik. Ja, ik ga het zo opruimen hoor, ja. En vervolgens ligt het al 3 dagen. Maar zie nu het resultaat hier meteen achteraan. Oh ja, yeah. En dan het resultaat, jongens. Het resultaat! Ja, dat moet ik nog even in de afwasmachine doen, maar laat staan dat. Oh my god, ja, en jullie zeggen altijd dat ik dit vies heb. Oh my god, het glimt gewoon helemaal en zo. Het is godverdomme te geloven. Dus ja, dat heb ik helemaal opgeruimd. En moet je eens kijken hoe netjes mijn woonkamer is. Dat is toch ongelooflijk. Hier ben ik dus de hele tijd mee bezig geweest. Helemaal al die fucking partypopper shit, jongen. Ik ben echt een halve week stofzuiger. Je krijgt het er amper uit gewoon uit dat kleed. Er zit ook nog wat tussen, maar dat is gewoon zo moeilijk weg te halen. In ieder geval, ik heb het weer gedaan. Het is weer helemaal schoon, daar gaat het om. Oh ja, mijn mooie setup voor de mensen die het nog nooit hebben gezien of die nieuw zijn. Dit is mijn motherfucking setup en holy shit, het beeld wordt donker. Cool. Alles van Enzo Knol, hashtag Knolpower, wordt hier gemaakt. Like a boss. Dus let's go! Hey guys, ik ga mijn vriendin en die designer Gwen, die komt, ga ik van de bushalte afhalen. Dus laat ik dat eens even gaan doen. En ik ga zometeen nog wat doen als ik thuis ben. Dat gaan jullie natuurlijk zien. En ik voel me goed. Ik voel me weer lekker. En ik heb me ook meteen even helemaal geschoren. Misschien dat ik vandaag nog even naar de kapper ga. Misschien ook gewoon even voor het gevoel. Weet je wel? Soms als je... Ja, ik weet niet of het veel van jullie is. En ik weet niet of veel van jullie baardgroei hebben of wat dan ook. Maar bij mij is het zo dat als ik me dan een paar dagen niet heb geschoren. En dan, ik weet niet, voel ik me ook wat anders. Als ik dan weer... Als ik ziek ben geweest. Dan in ieder geval dan neem ik een douche. En dan voel je je al veel beter. Ga je scheren. Doe je lekker salfje op. En weer even deo. En niet dat je... In ieder geval... Je doet weer deo op. En... Want je ligt de hele tijd ziek in bed, de hele dag. Dus ga je niet 's ochtends even deo doen en dan weer in bed liggen. Dat bedoel ik. Maar dan, en dan fris je helemaal op en dan voel je echt weer lekker. En dan, oh my god, let's fucking do this. Ik zie jullie zo. Peace. Woep woep. Ik ben weer thuis en ja hoor, ik heb ze gevonden. Helemaal afgebuiteld en alles, schoenen kapot en 10 uur gelopen. Maar ze hebben het gered. Kijk, dames en heren, mag ik je voorstellen aan mijn allerliefste vriendin. Day! Ze is zo vrolijk dat ze graag naar de camera kijkt en even wil lachen en zwaaien naar jullie. Woehoe! Goed zo! En ik ben er samen met Gwen. Like a boss. High five. Like a boss. How are you doing, man? Goed, man. Oké, cool. Dit is dus de gast waar ik het over had. Gwen, die dus wat shit voor mij heeft gefixt. Huh? En ook nog wat shit voor mij gaat fixen. Dus dat wordt leuk. En we moeten nog even boodschappen doen. Oh my god. Ik had al laten zien aan mijn vriendin van... Ik heb wat voor je gehaald. Toen liet ik zien wat het was. Ik ben serieus, echt 2 minuten thuis. We komen net binnenvallen. En ze zit al aan het bastonje. Jij dikke vreedzak. Nee, omdat ik de trauma's had, kon ik niet eten. En jij hebt geen normaal eten in huis, dus moet ik wel. Nou ja. Nou gaan we met z'n allen even kijken. Maar... Hoe jij heerlijk een hapje neemt van die bastonje. Doe maar, van het allerdichtstbij. Neem maar een hapje. Oh, yum, yum, yum. Yum, yum. Dat is inderdaad zo awkward. Dat blijft awkward als je aan het eten bent en iemand filmt je. Oh nee, dat zag er lekker uit. Begin. Pak je video. Ga je doen. Kom, we gaan even een selfie maken, man. Even selfie. Spiegelfoto. Oh yeah, swag. Nice. En dan doen we even Katie Miley Cyrus. Miley Cyrus, ja. Yeah. Oh yeah, hey, ik ben helemaal gek op Miley. What the fuck deed jij? Ik moet
schuursleutel. Ja, wij gaan op de motherfucking postcode loterij fietsen. Enzo. Oh mijn god, Enzo maakt weer reclame voor postcode loterij. Dan krijg je vast veel betaald. Ja, mijn jas moet ik mee. Het is, wist je dat het gewoon... Dit is de eerste dag van het jaar dat het min 1 is? Ja, overdag dan. Ja. Kijk, wel overdag dat zei ik ook wel. Al. Dat zei ik ook al. Ja, high five. Mag het zakje eraf? Waarom? Omdat we hetzelfde zeiden blijkbaar. Maar ja, die zak mag van de plas. Of zoiets. Geen idee wat ze zei. Maar het is volgens mij de eerste dag dat het gewoon min 1 graden is overdag. Natuurlijk snap ik wel dat het een keer min 1 graden is geweest in de nacht. Maar ja, in ieder geval, ik heb trouwens ook 1 keer geschaatst. En ik wil nog wel eens vaker schaatsen. Het was leuk hè, toen we gingen schaatsen. Dat was iets van 30 vlogs geleden of zo. 30 veel meer, man. 30 veel meer, man. Niet de deur dicht. Ik moet mijn jas nog pakken. Oh. Ja, ik ga vol enthousiasme gaan. Oh yeah, dit is een swaggerfiets. Woehoe! Ja, het is echt fucking koud en ik heb geen handschoenen. Oh, volgens mij had ik de... Mag ik handschoenen? Nee. Ja. Volgens mij had ik... Wat doe jij? Nou, ik moet erin dan. Ja, dat zijn helemaal niet mijn sleutels. Dit is de sleutel van mijn brievenbus en deze van mijn... Waarom geef van de jij de sleutel van de brievenbus aan mij? Oh my god. Ja, Gwen is hier natuurlijk voor de allereerste keer, dus alles is nieuw en zo. En ja, wij gaan dus nu even naar de winkel, wij gaan boodschappen doen. Oh ja, omdat het min 1 graden is, misschien is het wel leuk. Oh fuck, ik laat weer van alles vallen omdat ik zo enthousiast ben. Maar het is zo dat van mijn oma krijg ik echt altijd de raarste shit gewoon. En zoals dit. Dit, ik weet geen eens hoe ik het goed op... Oh ja. Oh ja, oh ja, oh! Sexy motherfucker! Ja, dit zijn dus mijn oorwarmers. Op zich heeft het... Ik ga gewoon zo naar de winkel. Dit is gewoon mijn nieuwe swag. Ik ga zo naar... Ja, mijn vriendin schudt alweer nee, maar ik ga gewoon zo naar de winkel. Nee. Let's do this, we gaan zo naar de winkel. Let's go. Nee. Jawel, let's go. Nee, dan ga je maar alleen. Let's go alleen dan. Nee, we gaan met z'n allen! Dus laten we wat vallen. Kijk, weet je wat het is? Ik ben zo onhandig as fuck. Maar godzijdank ben jij ook onhandig als fuck. Ik ben nog erger, denk ik. Ja, dat is echt niet normaal. Kijk, stel voor je veegt je poep het af, dan doe je eigenlijk je mond. Nee, wacht, dit komt niet op. Oké, raar. Maar in ieder geval, ik ga even mijn kont afvegen en dan gaan we naar de winkel. Shoutout naar alle kontvegers. Het is trouwens een lange tijd geleden dat ik een shoutout heb gedaan aan iemand. En waar ik nu nog even een extra dikke shout-out naar ga doen, is degene die deze armband aan mij had gegeven. Oh, wacht! Moment! Ah. Dit is de allereerste keer dat Gwen het gaat meemaken! Nee, wat? Gaat nee! Ah. Oh, dat was een hele zachte, hè? Gelukkig. Zo bang zijn ze voor me. Jongen, mijn scheetjes zijn al zo beroemd, dat ze gewoon wegrennen. Omdat het zo vet is. Ik weet gewoon als jij gaat zeggen, wacht, dan ga je scheten. Ja, dat weet ze al gewoon. Epic shit. Maar ja, Enzo Knol is back in the building en we gaan nu echt boodschappen doen. Let's go. Oh, het is zo fucking koud. Ik heb geen handschoen aan. Ik wel. Wel, ja, jij hebt mijn handschoen aan. Oh, fucking hell. Het doet pijn aan de anus als ik een hobbel op ga. We moeten naar links. Oh. Wij gaan naar een andere winkel waar ik normaal gesproken heen ga. En zoals jullie hebben gevraagd, Enzo, film een stukje als je ook op reis gaat. In de auto of op de fiets, hier naar links. Dus dat ga ik ook voor jullie doen. Ja, welke links? Ik zeg, ga naar links, gaat hij naar rechts. Oh, heb je dat nooit geleerd op school, links en rechts? Heb je ook niet leren fietsen of zo? What the heck? Ja, laten we maar gewoon gaan. Let's go, guys. In my business, cause no one is doing this. I change like a meter maid. I'm paid by the syllable. My presence is critical. Better, I hope I don't fade away. Most slept on, even more uncharted. Slept on, even more uncharted. They take you as my hostages. I'll crowd my green like Loch Ness. All I need is profit, and I found you like I'm targeting. Yo, people never want the back door overdose. Make a stop at the drugstore. Too late back. I started, I'm now positioned. Even tussendoor. Gewoon heel random. Recht door! Oh, waar moeten we heen? Links! We moeten rechts! Oh, ik weet het echt!
snel voor die auto. Oh mijn god, oh mijn god. Hallo! Oh yeah, we zijn bij de winkel aangekomen. Wow, ik ben bijna aangereden. Maar maakt niet uit, ik leef nog en we gaan boodschappen doen. Oh yeah. Oh yeah, ik ben op een missie. Op een missie naar... Waar zijn we eigenlijk nou op zoek? Salem. Oh yeah, ik ben met mijn gangstervriend Graham. Oh yeah. Hij heeft zijn pet en zijn muts op, ik heb mijn oorwarmers op. En we hebben ongeveer alle boodschappen zowat al. We gaan vanavond iets fucking lekkers eten. Wat mijn vriendin gaat maken. Ik bedoel, natuurlijk gaat mijn vriendin dat maken, ik ga niet koken. En nee, ik weet niet, ik ben niet zo erg van het koken. Ook al kan ik het wel, maar dat heb ik al eerder gezegd. En wat doe je? Ben je weer zo kinderachtig dat je niet gewoon even die kar normaal kan duwen? Nou, doe dat voor jezelf. Ga maar zo. Dea, wat doe je? Dea is boos. Doe het al. Let's go. Naar de kassa. Maar niet te ver, want anders dan gaan ze zeuren dat ik aan het opnemen ben. Dus ik zie jullie zo wel, ja? Mooie leggings, 2 euro. Oké, okay, let's go. Let's go. Oké, we gaan naar huis. Let's go. Ciao. We hebben alle boodschappen. High five. We did a good job. High five. Oh yeah. Oh ja, trouwens. We hebben een taart gekocht. Omdat Gwen voor de allereerste keer een as is. En ik dacht, weet je wat, ik ga zo aardig zijn om een taart voor hem te kopen. En dat is geen grap. Dus we gaan vanavond vieren dat Gwen voor de allereerste keer een as is. Je moet wel slingers kopen. Dan moet je niet zo boos kijken. Beetje lachen. Nee, geen slingers, dat gaat te ver. Hey, hey, hey. Oh ja, en een nieuwe pan. Ik kreeg helemaal niks toen ik hier voor de eerste pan. Hè? Dus even wees blij dat je überhaupt op taart kreeg. Echt wel, je kreeg mij. Is dat niet genoeg of zo? Ik ben toch helemaal niet blij mee. Ik ben alleen maar voor de taart. In ieder geval, wij gaan nu echt. Doe die car niet zo tegen me. Oké, wij gaan. Yo, auw, auw. Yo guys, ik ben ertjes aan het pellen. Ah, ik moest een soort van liezen of zo. Omdat ik ze helemaal... Nee, is dat? Het zijn boontjes. Oh, wat zei ik dan? Ertjes. Ertjes. Ah, ik bedoel boontjes. Ah, ik heb helemaal tranen in mijn ogen omdat ik ze in mijn neus deed. Maar in ieder geval, die gooien we even weg. Maar wij zijn heel erg gezellig bijeengekomen met z'n allen. Nee, nee, dat mag mijn moeder niet zien. Dat moet ik thuis ook gaan doen. Ja, we zijn dus met z'n allen even boontjes aan het pellen. Omdat we... Doppen. En het pellen, dat heet geen pellen? Nee, dan moet je ze openmaken. Pellen, yo, Feyenoord, pellen! Of speelt hij niet bij Feyenoord? Nee! Daar praten we niet over. Waar speelt hij dan? Bij Feyenoord. Wel bij Feyenoord. Chelsea, hoor. Ja, we zijn allebei voor Ajax. Ajax. Maar maak je geen zorgen hoor. Feyenoord! Grafje. Zo, ze kijken me boos aan. Holy shit. Nee, ik ben niet echt voor een club. Ik ben... Voor Ajax. Ajax. Ja, oké. Okay. Nee, ik ben niet echt voor een club. Anders kan je al die bonen alleen gaan doen. Ja. Jullie moeten ook nog eten. Maar in ieder geval, wij gaan iets fucking lekkers eten. Ik ga het zo aan jullie laten zien. Lelijk. Dik. Ben ik lelijk en dik? Ja. Weet je, ik heb die... hoe heet het? Boontjes in mijn neus gehad en het ruikt meteen naar grond of zo. Ja, moet je eens proberen. Ja, serieus. Als je 2 boontjes in je neus stopt, dan gaat een wereld voor je open. Hij krijgt ergens cocaïne. Hij kijkt me raar zo van, is het echt waar? Ik ben verkouden, dan krijg je nog groenere bonen. Oh, nasty. Oh, ik doodga, hè? Ik ga dat in slow motion doen. Dat je een boon in je neus stopt. Het is het nu. Maar het is raar, hè? Ja, het voelt of dat wat in je neus zit. Nee, maar het ruikt een beetje naar... Welke was het nou? Gooi ze allemaal weg, alsjeblieft. Maar ik weet niet, het ruikt een beetje naar... Naar bonen gewoon. Suiker. Nee, het ruikt echt gewoon een beetje naar grond of zo. Ik weet niet, moet je maar eens een keer proberen, ja? Moet je maar eens een keer proberen. Zet een foto op Twitter, bonen in je neus. Ik had laatst een livestream gedaan, en toen had Mark... Die had gezegd van, nee, anders dan laat je kijkers chocopasta op je gezicht smeren. En dan vraag je dat of ze dat naar je willen sturen op Twitter.
dacht ik van, oh my god, moet ik dit serieus vragen aan mijn kijkers om dit te doen? En maar het bleek dus echt super grappig te zijn en gewoon heel veel reacties binnen te hebben gekregen en heel veel dingen hebben geretweet. Dus heb jij nou boontjes thuis? En is ga je toevallig boontjes eten of wat dan ook? Stop twee bonen in je neus en stuur het op naar mijn Twitter, @EnzoKnol. En dan niet zeggen dat het kut voelt, dan doen ze het straks niet. En dan ga ik het retweeten. Shoutout naar al mijn... Boontjes. Boontjes. Later. Dat ziet er fucking lekker uit, schat. Mm-hmm. Dat heb je lekker gemaakt. Mm-hmm. We gaan nu eten als een baas. En wat gaan wij vanavond nog doen eigenlijk? Niet zo heel veel meer, hè? Slapen. Ketchup kopen. Ketchup kopen, ja. Ik heb geen ketchup meer. Dat is best erg voor mijn doen gewoon. Ik heb altijd ketchup in huis, behalve vandaag. Kut, Mark. Dat is best slecht. Ja, Mark heeft hem helemaal leeggespoten. En op wat voor manier? Dat klinkt heel raar, maar... we hebben een video gemaakt waarin we ketchup nodig hadden. Liep een beetje uit de hand, dus een hele ketchupbus is er doorheen gegaan. Ik weet, ik maak jullie weer nieuwsgierig. Maar het wachten is het waard, geloof mij. En ik ga gewoon even genieten van... Je legt gewoon je mes in het eten. Mm. ik doe dat nooit, want dan heb je altijd al het eten in de hand. Dit geeft niet af, zeg maar. Oh, het geeft niet af. Maar wij gaan even lekker eten. En het is zeg maar boontjes met zalm en aardappeltjes. Het is echt fucking lekker. We gaan even kijken hoe jij dat eet. Nogmaals, shout-out naar al mijn boontjes. Er is een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Er is een niet-jarig, maar welkom in Assen. En dat is... Gwen! Yay! Hij zit nou ook in de video. Oh, sorry. Oh, jij zit ook in de video. Wie is dat eigenlijk? Weet ik niet. Dat is Lisa of zo. En hallo. En de broer van Lisa. Die heeft mij dan het liedje C. Sam geholpen. Oh, oké. Okay. Maar in ieder geval, we hebben hier een fucking lekkere taart. Oh, nice. Wat doe je? You mad, bro? Nice. High five. High five. Nee. Oh, it's a fight. Oh shit, just got real. Waarom word ik er ook altijd bij betrokken? Ik heb mijn neus ophalen, man. Ja, dit krijg je ervan. Sta ik hier heel aardig, lief met een taart? Wat aard. Het zit in mijn neus. Ja, het zit op mijn been, hoor. Ik ben verkeerd, ik wil mijn neus ophalen. Hij is wel lekker. Nou jongens, hij is wel goed gekeurd hoor, de taart. Ja? Wat een ding. Geef me dat. Ik moet aan de andere kant pakken. Kan dat eigenlijk? Ja. Er zit wel wat karton onder. Zo eten wij een taart hier. Mag ik ook wel? Doe jij nog aan die kant? Maar niet in mijn gezicht duwen. Nee, er zit een kaars in. Kom op, hé. Pas op! 1, 2. En dan mag je een wens doen dat je in Assen bent. Nee, andere wens. Oh, doe maar, dan mag je een wens doen. Nee. Dan mag je een wens doen, maar dan moet je die wel zeggen, die wens. Ja, is goed. En niet dat je een of andere chick wil fixen. Oh, wacht! Oh ja. 3, 2, 1. Oké. Mag ik ook nog een hapje? Ik ook nog een hapje. Ik doe helemaal een hapje. Dit is echt retarded gewoon, maar mij niet. Oh, dat was nog wel. Jij mag hem uitblazen, go. Ja, mislukt! Woehoe! Oh, kom op! Ah, what the fuck? Door echt zo lachen, hoor. Je hebt het nog echt uit ook. Ja. High five. Oké, cool. Thanks dat jullie allemaal hebben gekeken naar de vlog. En ja, Gwen is hier dus bij mij. En nee. Je hebt een eigen YouTube-kanaal. Ja. Je gaat ook beginnen met uploaden? Ik upload 2 keer per dag. 3 keer? Nee, ik upload nog niet. Hij upload nog niet, maar hij gaat er binnenkort wat mee doen. Wat kunnen mensen verwachten? Games. En ik wil gaan vloggen. Niet elke dag. Niet elke dag, maar af en toe eens even vloggen. Ja. Dat je retarded doet. Met een balknijp aan gaat dansen, onder de douche gaat vloggen, gaat poepen. In je smeer met chocopasta. Dus. Maar ik zal zijn YouTube wel even... What the fuck? Ik zal zijn YouTube wel even in de beschrijving zetten. Wij gaan heerlijk genieten verder van de taart.
Thanks dat jullie allemaal hebben gekeken. Laat even een duimpje omhoog achter. Oh, what the fuck, ik zit er best onder. Ik zie jullie morgen met een nieuwe vlog. Proost, later. Knol Power.